vanavond het definitieve ontwerp voor het park hier op de Westergasfabriek, op het Westergasfabriek terrein. En dat is een park wat medio volgend jaar aangelegd gaat worden. En het gebeurt niet zo vaak, een nieuw park in de stad. En zeker niet op zo'n plek. Dus een hele bijzondere gebeurtenis. En Martine Fransman, portefeuillehouder voor het Westergasfabriek terrein en ook verantwoordelijk voor het park, zal een hele korte introductie houden. En daarna gaan we het programma onderdeel hebben waar we natuurlijk allemaal voor gekomen zijn, namelijk de presentatie van Catherine Gustafsson van haar definitief ontwerp. Allereerst zou ik Gustafsson complimenten willen maken met haar ontwerp. Ze heeft iets bijzonders gemaakt van het terrein van de Westergasfabriek. Dat is knap, omdat het voor veel mensen tot de verbeelding spreekt. En omdat het terrein zoveel mogelijkheden biedt. Op het terrein zijn een aantal prachtige industriële monumenten te vinden die zich heel goed lenen voor culturele activiteiten. De meeste van u weten dat uiteraard. De omgeving van deze gebouwen is ook heel goed geschikt voor een park. Gustafsson heeft van deze mogelijkheden in haar ontwerp heel goed uitgewerkt. Martine Fransman, wethouder van stadsdeel Westerpark, onder andere financiën, kunst, cultuur, maar ook het project over het Westerpark, waarvoor wij vanavond hier zijn. Wat gebeurt hier vanavond eigenlijk precies? Vanavond hebben we een informatieavond voor bewoners. Voor bewoners en huurders van deze gebouwen. En vanavond heeft Catherine Gustafsson samen met een landschapsarchitect Neil Porter haar plannen voor het ontwerp voor het park wat hier moet gaan komen gepresenteerd. Het is een heel ontwerp. Hoe lang is er eigenlijk gewerkt aan de omvorming van het Westerpark? Ja. Nou, het heeft al een hele lange voorgeschiedenis, maar laat ik beginnen met dat anderhalf jaar geleden een prijsvraag is uitgeschreven waar een aantal landschapsarchitecten aan hebben meegedaan. En daar is Gustafsson uitgekomen. En anderhalf jaar geleden heeft ze met dit ontwerp, het allereerste schetsontwerp, gewonnen. En vanaf dat moment is zij begonnen met het ontwerp, voorlopig ontwerp maken en vandaag dus het definitieve ontwerp gepresenteerd. En als het goed is, moet het over 2 jaar, ongeveer 2,5 jaar, moet het park er ook zijn. U heeft omwonenden, neem ik aan, om hun mening gevraagd. Hoe is dat allemaal gegaan? Ja, bij dit project, Westerpark is een wijk waar actieve bewoners zijn. En bij dit project zijn heel veel bewoners betrokken. Onder andere is er een projectteam, of het heet een ontwerpteam, gekomen. En in dat ontwerpteam zaten huurders van de gebouwen en bewoners van zowel de Spaarndammerbuurt als de Staatsliedenbuurt. Dat noemen we tegenwoordig de Van Hier Scholtenbuurt, maar de Staatsliedenbuurt is bekender. En die hebben zitting genomen in dat ontwerpteam en die hebben iedere maand vergaderd met de landschapsarchitect, waarbij de plannen verder ontwikkeld zijn. Dus dat is de afgelopen, zeg maar, jaar heel constant gebeurd. Ondertussen zijn er ook inspraakavonden geweest voor het voorlopig ontwerp. En dat gaat nu ook gebeuren voor het definitief ontwerp. Maar de bewoners zijn dus heel nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van de plannen. Right in the beginning, we were given a program that was about what a neighborhood wanted and what a program of artistic culture wanted. That program was fairly well laid out in that they wanted everything. The artist, as you know, the culture, the city, wanted an element that would function. We have worked very hard to have a marriage of the two, and I hope we've succeeded to date. Things that we looked at, what was the transformation of the attitude of man to landscape? And we took what was the attitude in this era, the city, how you formed space in the 1850s, how that space was part of the city. Then we moved through time. How did we look at landscape space in, say, the 50s and 70s? Landscape space was looked at mostly as recreation, also as agriculture. There's very little of this era carried forward.
what are we looking at today? There's a lot of movement that was happening in the 80s and mid 90s, maybe 90s, I can't even say, that was totally back to nature. I think one of the things that we want to talk about in this park is the attitude that we as man have to ecology. Man is a part of ecology, it's not separate. And if we don't figure out a way to make them work together, we're not going to go anywhere. So the last part of this is not about nature is apart from man, ecology is apart, but is how man and nature work together. The last area of the park is for artists that work with ecology and that work man and nature together as man, as being part of nature. Uw organisatie heet Vrienden van het Westerpark. Wat is dat voor organisatie? Hoe lang bestaat die al? Hoe lang die bestaat? Oh, dat is nou eentje die al inderdaad zo'n 15 à 20 jaar misschien wel bestaat. Ik kreeg zojuist aan het begin van deze presentatie de gelegenheid om een paar kanttekeningen te maken. Wat heeft u daar gezegd? Ik heb gezegd dat wij aanvankelijk nog wel een wat moeilijke start hebben gehad. Het ontwerpteam waar ontzettend veel buurtbewoners zich natuurlijk voor hebben ingezet. Wij van de Vrienden van het Westerpark waren wat dat betreft een klein beetje... Ja, wat meer georganiseerd dan een hele hoop anderen. Maar ook daaraan hebben, aan het ontwerpteam, hebben natuurlijk ook een hele hoop mensen meegedaan. Die dat gewoon puur uit hun, vanuit hun eigen ik wilde doen. Omdat ze daar belang bij hadden, omdat ze dat leuk vonden enzovoorts. En dat vind ik erg knap. Die zijn later hebben ze dan ook gewoon meegedaan. Daarom was het erg teleurstellend dat in het begin we erg weinig reacties kregen op datgene wat we hadden gedaan. We hebben eerst het hele plan bekeken, de grote lijnen, wat moeten we daaraan doen? Hoe kunnen we dit, hoe kunnen we dat? Is dit nou wel een mooie oplossing? Al die stelkomplaten, Odeling, alsjeblieft niet, wij willen een groen park. Nou, dat soort dingen dus. En daar kregen we eigenlijk in het begin heel weinig reactie op. En we kwamen toen elke keer tot de ontdekking dat wanneer er een vertegenwoordiger van het architectenbureau kwam om bij zo'n ontwerpteamvergadering de voortgang te bespreken en te horen wat we er allemaal over te zeggen hadden, dat we erg weinig feedback kregen. Dat vonden we eigenlijk vervelend en er zijn toch een hele hoop mensen die daardoor gedacht hebben van, ja, ik weet niet precies... Of het nou, worden wij nou gebruikt door het stadsdeel als een soort legalisering van het feit dat ze hun eigen plannen doen en niet naar ons luisteren? En dat uiteindelijk hebben wij afgelopen week hebben we daar iets van gezien. Hebben we op een gegeven moment een voorpresentatie gekregen over het ontwerp. En toen bleek pas dat er van al die dingen die we hebben geroepen toch een hele hoop zaken zijn teruggekomen. Central access is held on HM by major historical building here on this end. Because we're going out to the future of nature, we didn't want something harsh at this end, but something that was a portal that said the door going on. We have a parallel here at the other end. We have some very high sequoia trees that finish the access but don't stop it. This part of the park functionality, trucks can come in here. They can come in here. This building is very hard to equip. There's a lot of materials when they do a show. Big trucks need to be able to get in here. At the same time, people need to be able to come in here, visit the theater at night. You do not want a contradiction between the two. This is a service area for trucks, for maintenance, and for all the things that make the park function. We're working on it now to make it that you never see this area from the central access, the bicycle path, or the wet park, but it becomes a functional service area of the entire park. Justus Kessler, jij bent een trimmer en jij hebt iets te zeggen over het Westerpark. Ja, dat klopt. We vinden dat mevrouw Gustafsson, de ontwerpster, een heel mooi park heeft ontworpen. Alleen in het hele verhaal dat zij vanavond gehouden heeft, komt het woord joggers of trimmers is nog niet gevallen. En ik zit in het ontwerpteam en samen met Kees Pilaar hebben wij een jaar lang aandacht gevraagd voor de wensen van joggers en trimmers. En wij vinden dat tot nog toe daar zwaar onvoldoende rekening mee is gehouden. Wat moet er voor de trimmers en de joggers gedaan worden? Wat wij voor pleiten is een duidelijke route. Een mooi rondje die lopers kunnen nemen met mooie uitbreidingsmogelijkheden. Goed aangegeven, zodat mensen worden uitgenodigd om dat te gaan lopen.
En wij pleiten ervoor voor een paar toestellen, een paar trimtoestellen, zodat je wat uitgebreider kunt trainen, wat meer mogelijkheden hebt. En daarmee zou volgens ons voor joggers en trimmers het park veel beter benut kunnen worden. Wij hebben onlangs te horen gekregen, een maand geleden, aan het eind van het inspraaktraject, dat voor deze wensen geen plaats meer was in het park. En daar zijn we het dus niet mee eens. Heb je hoop dat dat nog te veranderen is in de laatste maanden? Want het duurt niet lang meer voordat de beslissing valt. Ja, we zullen naar de politiek moeten, vrees ik. We zijn nu handtekeningen aan het verzamelen. En we hopen dat dat overtuigend genoeg is om de standpunten zoals ze nou door het ontwerpbureau en de ontwerper zijn ingenomen, om dat te laten veranderen. What we did was we worked on the theme of music because culture is a big part of this park. And so these are basically the lines in written music, and these are the notes, and it's Eros Garden. And see the beauty of the mix between architectural form and floral form, but not necessarily in a historical manner, but in a very contemporary manner. You can look at historical gardens. And at the same time, if you look at them just a little bit differently, they have major trees that move down in this area, central axis here. In front of these buildings, because the sun turns here, this is a sun area. So we have pocket gardens, which we call reading gardens, in these areas that have very large low benches that you can sit on, put a book on, and sit in the sun. We've used the language of rhododendrons to start out with a very formal base, and as we move through, it becomes less formal. So the wooded gardens, this is what we'd like to achieve. It's not going to be next year, but we'd like to get there. We zitten met een vervelend probleem. Heel vaak in Amsterdam vervuilde grond. Hoe wordt dat opgelost? Er is inderdaad vervuilde grond. Dit is de oude Westergasfabriek en daar zit uiteraard vervuilde grond, of er is vervuilde grond. Het wordt opgelost door grond te verplaatsen. En niet overal is het vervuild, maar de vervuilde grond wordt verplaatst en daarna wordt er een zogenaamde leeflaag overheen gelegd. Dat is een nauwe samenwerking gedaan met de Milieudienst en ook het ministerie van Vrom heeft daar 3,9 miljoen voor ter beschikking gesteld om die sanering voor elkaar te krijgen. Al met al een heleboel energie, waarschijnlijk ook een boel geld voor een park, een vrij klein park. Is het allemaal wel de moeite waard? Ja, dat hangt er natuurlijk vanaf. Je kunt een hele hoop willen. De ruimte is ernaar. Het is maar een klein park en toch is het, moet je proberen om het zo groot mogelijk te maken. Wat we hadden, alleen maar het oude deel van het park uit het eind van de vorige eeuw. En als je ziet wat er dan bij komt, dan hebben we inderdaad een groot park gekregen. In ieder geval een stuk meer dan we ooit hadden durven hopen. Nou, het is zeker de moeite waard. Allereerst, het is niet zo heel erg klein. Het is 13 hectare en dat is een behoorlijk gedeelte. In deze buurt is niet veel groen. En als je dit gedeelte groen eraan toe kan voegen, dan heb je heel veel gedaan. Ja, het is veel geld, maar ik denk dat je echt een park ontwikkelt voor de komende decennia. En misschien wel voor nog eeuwen. Dan is het natuurlijk helemaal niet veel geld als je dat narekent.